Het is zover. Na alle geruchten heb ik ze dan eindelijk in mijn handen. De Samsung Galaxy S23 en S23 Plus. Maar de prijs is wel omhoog gegaan. Gaat Samsung hiermee Apple achterna? Hey, Donovan hier. Vul het jou ook op dat smartphones de laatste jaren steeds meer op elkaar lijken? Vaak zijn het uiterlijk en de camera's de eye-catchers van een nieuwe telefoon, maar dit keer zitten de veranderingen vooral aan de binnenkant. Tot nu toe kregen we in de Benelux altijd de Samsung Galaxy telefoons met een eigen Exynos processor. Nu krijgen ook wij gewoon een Qualcomm SoC, net als in de rest van de VS bijvoorbeeld. En dat zorgt niet alleen voor meer snelheid, maar ook voor een veel langere accuduur dan bij de S22-serie. Als we kijken naar het uiterlijk, lijken de S23 en S23 Plus niet zoveel meer op de modellen van vorig jaar. Maar ze hebben nu wat meer weg van de S23 Ultra. Het camera-eiland is weg en de lenzen steken even ver uit. Ik vind het er in elk geval strak, luxe en lekker minimalistisch uitzien. Het matte glas op de achterkant helpt ook mee. De nieuwe Galaxy's zijn trouwens ietsje groter dan hun voorgangers, maar dat valt alleen op als je de oude en de nieuwe telefoons naast elkaar legt. Samsung heeft in vergelijking met andere Android smartphones vaak de helderste schermen en bij de S23 toestellen is dat nu ook zo. Dus op dat gebied is er niet zo heel veel veranderd. Wat wel nieuw is, is dat de gewone S23 even fel kan als de grotere modellen. Het uiterlijk van de camera's mag bij de Galaxy S23 en S23 Plus dan wel anders zijn. Technisch gezien is alleen de selfiecamera vernieuwd. Toch is er verschil tussen de foto's die zijn gemaakt met de S22 en de foto's van de S23. De kleuren op de S23 foto's neigen een stuk minder naar blauw en paars dan bij de Galaxy's van vorig jaar en ogen wat warmer. Ze zien er iets fletser uit, maar de kleuren zijn wel wat realistischer en hebben iets meer ruis. Er wordt wel meer detail vastgelegd dan bij de S22-serie. Als ik foto's aan het vergelijken ben, dan hoor ik meestal van anderen dat ze de kleurrijkste foto's het mooist vinden. Maar ik ga liever voor realisme. Ik ben dan ook blij met de weg die Samsung is ingeslagen. Als ik zuurstelkleurtjes wil, boost ik die wel in Photoshop. De S23 en S23 Plus hebben nu een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aan boord. De Exynos processoren zul je in deze serie dus niet meer tegenkomen. En dat merk je meteen, want de smartphones zijn sneller, gaan efficiënter om met energie en worden niet zo warm. Daarnaast is de beeldverwerking dus ook wat beter. Nog even over die chip. De Snapdragon 8 Gen 2 die in deze telefoon zit, is namelijk net ietsjes anders dan de versies in andere telefoons. In de S23 en S23 Plus zit een speciale Galaxy editie met een iets hogere maximale knopsnelheid voor de snelste rekenkern en voor de GPU. En dat terwijl deze kern zonder de Samsung Boost al 25% sneller is dan die van de 8 Gen 1. In de praktijk merk je daar trouwens niet zoveel van. Bijna alle apps draaien al jaren vloeiend op de gemiddelde mid-range en high-end telefoon. Alleen met de zwaarste games en apps zal je het verschil zien. De GPU in deze SoC is de Adreno 740 en ondersteunt real-time raytracing en de nieuwe Vulkan 1.3 APU. Dat maakt hem 25% sneller en 40% efficiënter dan het vorige model. Er zijn nog niet heel veel apps die gebruik maken van deze nieuwe functie, maar het is mooi om hem alvast te hebben, toch? En nu we het toch hebben over efficiëntie, de telefoons gaan een stuk langer mee dan de telefoons van vorig jaar. In onze accutest staan de smartphones bovenaan. De S23 heeft van alle kleine Android-telefoons die we getest hebben de langste accuduur. Alleen Apple doet het met de even grote iPhone nog ietsjes beter. Het is niet zo heel gek dat de accu van de S23-toestellen wat langer meegaat, want ze hebben dan ook een grotere accu. Ze presteren in elk geval beter dan de S22-telefoons en hoewel we niet anders verwacht hadden, is dit toch een mooie verbetering. Als we de telefoons aan de lader hangen, merken we nog steeds dat de telefoons niet zo snel opladen als de Chinese concurrenten. Het duurt ongeveer 1,5 uur voordat de telefoons helemaal zijn opgeladen. Bij de gemiddelde Realme of Oppo is dat ongeveer 1,5 uurtje en soms zelfs minder. Je moet alleen wel zelf een snellader aanschaffen, want in het doosje zit alleen een kabeltje. De voor- en achterkant van de smartphones zijn Gorilla Glass Victus 2. De fabrikant van het glas zegt dat je ze van maximaal 2 meter hoog kan laten vallen op asfalt en beton zonder dat ze stuk gaan. Ik vraag me trouwens af of dat in de praktijk wel echt zo is. Ik heb door de jaren heen toch gehoord dat mensen hun telefoon van veel kleinere hoogte hebben laten vallen en dat er dan toch barsten in het scherm kwamen. Hoe is jouw ervaring met Gorilla Glass telefoons? Laat het even weten in de comments. De telefoons draaien op Android 13 met daaroverheen Samsung's One UI 5.1. Er zijn dit jaar niet zo heel veel dingen gewijzigd en dat is niet zo erg. De vorige versie had namelijk ook al een heleboel mooie functies,
Maar als we dan toch wat veranderingen moeten noemen, heeft Samsung goed naar de concurrentie gekeken. Het aanpassen van de kleuren in de interface is bijvoorbeeld uitgebreider. En kan jij je nog herinneren dat Apple vorig jaar de mogelijkheid had het vergrendelingsscherm aan te passen zonder naar het instellingenmenu te gaan? Samsung heeft dat nu ook en het werkt op dezelfde manier. Kan je je herinneren dat Motorola vorig jaar kwam met een desktopomgeving die op een hogere resolutie werkte dan 1080p? Nou, Samsung heeft dat nu ook en DeX schaalt nu netjes op naar 4K. De Galaxy S23 en S23 Plus zijn strakker en sneller dan ooit. Ze gaan langer mee op een lading, ze hebben een helderder scherm, een veel krachtige processor en zien er mooier uit. Zou ik er direct voor naar de winkel rennen? Nou, de verschillen zijn ook weer niet zo groot. En we weten simpelweg nog niet wat de concurrentie gaat doen. Veel andere fabrikanten brengen hun nieuwe telefoons in de komende maanden uit. Ik zal even wachten tot de S23 en S23 Plus in prijs dalen. Ook omdat Samsung ze nu zo duur heeft gemaakt. Dit waren de S23 en S23 Plus. Maar hoe zit het eigenlijk met de S23 Ultra? Die behandelen we in een andere video. Dus druk snel op de abonneerknop, zodat je weet wanneer die video voor je klaarstaat.